Erwin Blank is een jonge voetbalscheidsrechter die naar de top wil. In het weekend fluit de 28-jarige Alkmaar de wedstrijden in de Jupiler League. Door de week zit hij op kantoor als jurist. Scheidsrechter op het veld en buiten het veld dus. Ja, ik heb in het weekend nog niet genoeg van al die regeltjes. Dus ik ga daar door de week lekker mee door. Hey. Hoe is het? Goed. Het begon niet zozeer als droom, maar het begon meer omdat ik in het jeugdvoetbal nog altijd wat bij de hand was tegen de scheidsrechter. En toen zei mijn coach op een gegeven moment dat ik als straf maar eens bij de F'jes moest gaan fluiten. Ah, die Hans. Hoe is het? Ja, dankjewel. Prima. Goed gegeten. Goeie tip. Toen ben ik op mijn 17e ben ik bij de senioren gaan fluiten, 5e en 6e klasse. En nou, dat liep eigenlijk ook goed, want het was natuurlijk wel nog eens de vraag van, nou ja, hou je je staande als zo'n jong jochie tussen mannen van 30, zeg maar. En dat lukte. Dus en sindsdien ben ik steeds een stapje hoger gekomen en benieuwd wat mijn top is. Ja, koffie, ja. Mij ook, lekker. Het was zeker een droom om in betaald voetbal te komen. En als dat je uiteindelijk gelukt is, ja, dat is dan wel een heel lekker gevoel. Ik wil mijn top bereiken en als dat dé top is, als dat overeenkomt, dan is dat perfect. Mijn doel is om mijn top te bereiken en ik heb nog niet het idee dat dit mijn top is. Dus ik wil graag naar de Eredivisie en vanuit daaruit weer verder zien. Het is altijd wel een beetje gezonde spanning, maar voor de rest valt dat eigenlijk allemaal wel mee. Maar geen bijgeloof of dat soort gekkigheid. Je krijgt op het voetbalveld toch wel meer sociale vaardigheden. Doordat je gewoon continu met spelers moet omgaan. Maar ook buiten het veld met bestuursleden. En juristen kunnen wel af en toe ook wat meer sociale vaardigheden gebruiken. Ik werk 32 uur per week, dus ik ben de vrijdag vrij. En dat vind ik lekker om na de wedstrijd toe niks te hebben, mijn eigen ding te doen. Het is druk, want ik heb ook naast wedstrijden natuurlijk nog bijeenkomsten in Zeist. En dan gaan we de beelden van de afgelopen maand bekijken. Maar het is balans in vinden en alles op elkaar afstemmen. Ik zal qua flexibiliteit niet de meest uitstekende werknemers zijn, maar ik krijg gelukkig de ruimte om het te doen.